89 en via denhaagfm.com. Je luistert naar Den Haag FM. Dit is het nieuws van 1 uur. Goedemorgen, dit is het Novum Nieuws. Ik ben Gert-Jan Keuler. Bankpassen moeten snel een chip krijgen om skimmen tegen te gaan. Daarvoor pleit de Nederlandse banken in Cairo Reporter. Vorig jaar werden de rekeningen van 32.000 Nederlanders geplunderd. Schade 36 miljoen euro. Skimmers slaan nu ook toe in de supermarkt en bij de woonboulevard. Voor de zuidkust van Engeland zijn twee kleine vliegtuigjes op elkaar gebotst. Daarbij zijn volgens de eerste berichten twee mensen om het leven gekomen. Een van de vliegtuigjes stortte neer in de bossen van het eiland Wight voor de kust. Het andere vliegtuigje kon veilig landen. Ondanks afspraken met Binnenlandse Zaken wordt er flink bezuinigd bij de politie. Er is sprake van vacaturestops en oudere agenten krijgen een vertrekpremie aangeboden. Dat meldt RTL Nieuws. De korpsen hebben financiële tekorten en vragen een nieuw kabinet om extra geld in de politie te steken. Mobiel bellen wordt fors duurder. Providers gaan telefoongesprekken niet meer per seconde, maar per minuut berekenen. Daardoor zouden klanten 60% duurder uit zijn. Dat meldt het tv-programma Kassa. Vodafone gaat de regel maandag toepassen. Sommige providers zouden dat al doen. Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben een methode ontwikkeld om olie te winnen uit bos- en landbouwafval. De olie kan in bestaande raffinaderijen worden verwerkt tot transportbrandstof. Waarschijnlijk komt binnen 10 jaar 20% van alle transportbrandstof uit bos- en landbouwafval. De Nederlandse waterpolosters hebben zich op het EK in Zagreb geplaatst voor de halve finale. De Olympisch kampioen van Peking verzekerde zich van de eerste plaats in de pool dankzij een 8-7 overwinning op Spanje. De tegenstander in de halve eindstrijd is nog niet bekend. Het weer, het is helder en droog en het koelt vannacht af tot 10 graden. Het wordt een zonnige zondag en nog wat warmer dan de afgelopen dag. Ook maandag is het nog zonnig. En tot zover het Novum Nieuws. Voor onderhoud, APK, accu's en banden ga je naar Vezeli Autotechniek Haaglanden in de Wingertstraat 33 in Den Haag. Altijd de laagste in prijs. Waar krijg je dan nog een zomer- of winterbeurt voor maar 35 euro? Met zulke prijzen rij je toch lachend weg? Kijk voor meer informatie op apkdenhaag.nl of bel met Vezeli Autotechniek Haaglanden op 070-302-0689. Funderingstechnieken P. van het Woud uit Waddinxveen is gespecialiseerd in funderingsreparatie en vijzeltechnieken en het bedrijf voor het aanbrengen van palen op moeilijk bereikbare plaatsen. Funderingstechnieken P. van het Woud uit Waddinxveen is in het bezit van mini-hei en boormachines die moeiteloos door elke voordeur naar binnen kunnen en die de palen voor bijvoorbeeld je patio of schuur in de achtertuin kunnen heien. Wilt u meer informatie? Bel dan 0182-61-77-67 of kijk eens op onze website pvanhetwoud.nl. Screenwork, de textieldrukkerij van Den Haag. Wij leveren en bedrukken al uw textiel. Al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het bedrukken van sportkleding. Ook voor uw reclameborden, auto en winkelbelettering. Met onze 24-uur service, de snelste van Den Haag. U kunt ons vinden op de Loosduinseweg 1089. Telefoon 070-368-4931. Of kijk eens op onze website screenwork1089.nl. Van de nacht met Henk Bres en Ron Meeker.
om zeker niet te zeggen waar ze vandaan komen. Mattia Bazar. En die zender hoor je hier in de Stad van de Nacht. Waar je niet naar binnen stelt. Ja, en dan maken we natuurlijk weer een begin aan deel 2. Ik heb nog eens even na zitten denken over het programma. Ik dan zeg, maar dat zegt mij helemaal niks. Dus daar ga jij maar zo meteen alles over vertellen. Ja, over die, ik kijk geen tv, weet je nog? Nee, dat weet ik. Dat was een probleem. Onze cameraman, die maakt er helemaal patent. Ik denk, oh ja, dat wil ik wel even kwijt. Oké, dat gaan we zo even vertellen. Wat hebben we nog meer? Je kan nog... je krijgt gewoon alles wat je in het nieuws is opgevallen. Nou, er is het een en ander wel opgevallen. Wat vind je nou bijvoorbeeld van de CDA? Volgens mij moeten ze toch diep schamen eigenlijk wel. Ja, En dan probeerde Wilders weer de Zwarte Piet toe te schuiven, want hij heeft de stekker eruit getrokken. Ja, maar dat vind ik niet eerlijk, want dat zijn drie dissidenten die er zijn. Er zijn drie dissidenten, dat is die Klinkende, dat Wijf en dan nog eentje. Ja. En die hebben gezegd van, eerst een brief geschreven, die Klink dan. En terwijl na weken onderhandelen dat ze ineens dat niet mee eens zijn met dingetjes. Mm-hmm. En ja, het is al logisch dat de stekker eruit getrokken wordt. Maar ik heb het idee dat onze koningin Beatrix daar toch wel een hele dikke vinger in de pap in hem. Dat heb ik gewoon het idee, want het is heel raar. Iedereen weet dat de koningin niet met de PVV in de regering wil. De PVV wil natuurlijk het Koningshuis flink korten. Nou, dat zitten we in. Maar buiten dat, waarom, dat weet ik niet natuurlijk. Want dat ik kan nu in hun hoofd kijken. Maar het idee, het is heel raar. Die Rutte die wou formateur spelen, en weet ik het allemaal. Nee, zegt de koningin Beatrix. We hebben zelf een informateur. Ruud Lubbers. Nou, dat is een vriendje van Beatrix. Dat is ook zo'n kontenknijper, dat weet je. Dat is algemeen bekend. Daar is hij voor horen klaar, geloof ik. Maar en die zeggen, we gaan het proberen. Weet je wat, we gaan recht proberen. Maar nou zien ze dat het toch eindelijk bijna wel lukt. Mm-hmm. Dan heeft Beatrix natuurlijk gezegd van... niet meer doen. Dat gaat niet goed. De PVV mag niet in het... En toen werd er ineens een time-out gevraagd. Klink, dat is de lul van de CDA. De partij wordt gespleten. De jongere garde die wil graag met de PVV. Die oude garde. Waar zijn al die lijken die uit de kast kwamen? Mm-hmm. Ik hoor zo'n voorhoeven van achter. Weet ik, dat kan niet PVV. Nou is het weer door het CDA. Die drie dissidenten, die klootzakken, die alles hebben opgeblazen. Voor waar ze weer weken mee hebben zitten praten. Nou, ik zijn een maand bezig geweest. Ja, ik vind het niet normaal. Maar we zijn al bijna 3 maanden zonder regering, hè? In een crisistijd. Mm-hmm. Alleen wij, hè? Die Belgen die kennen het ook wel van. Nee, ik heb scheid aan die Belgen. Oké, laat even weten wat is jouw mening. Ik word er heb ik het niet over jouw mening, maar ik heb het over de luisteraar. Wat is jouw mening? Laat even weten hoe je daarover denkt. We willen het alles over weten. 070-374-9290. Je mag ook sms'en. 0612-290-290. En de startvandenacht.huis.nl. Daar kun je al je berichten achterlaten. Yeah. En alles wordt voorgelezen. Is het niet nu, dan is het aan het einde van het programma. Maar alles wordt voorgelezen. Alles voorgelezen. En als het echt godnieuws is, dan gooien we het gelijk in de eten. Dus blijf luisteren en ga niet weg. Hey, voor een positief geluid luister je naar de Start van de Nacht. Met Henk Bres en Ron Menke. Tjaka! In blauw. De wolken die verdwijnen, dus gaan we naar het strand. Een dagje fijn naar Zandvoort, de duinen en de zee. Lekker lang naar liggezonnen met de grote parasol. Even weg van alle zorgen en we zingen. Een terrasje
Valdera. Ja, je hoort het hier natuurlijk in de Stad van de Nacht. We gaan lekker vrolijk verder. Ja. Wat wil ik zeggen? Ik wil even weten hoe het zit met het programma. Maar je zit met een telefoon in je oren, dus je moet even... Ja. Ja, dan denk ik van, je moet je gewoon nog niet open. Met de luisteraars, dus dat is juist heel goed. Ja, oké, maar we zijn even met de show bezig, weet je wel. Ja, maar de luisteraars, die kijken naar de show, dus de mensen moeten beantwoorden. Ja, en nou wil ik even weten, hoe zit het nou met het programma? Ga nou eens... Olga, daar houden we van je, meid. Ja. Maar vertel even, hoe zit het nou met het programma? Ja, het programma dat ging over, ik hoorde dat de hele week, tenminste, het stond in de krant, in de Telegraaf ook, in de Oostenrijk lag ik Hagenese in het programma. Hagenese, allemaal acht Hagenese, die gaan los in Griekenland. Hagenese, Serizo, ik weet niet meer precies hoe dat. Helemaal, gaan ze uit, allemaal Hagenese, ik ben doodgegooid met Hagenese. Nou, dan word je nieuwsgierig, hè, natuurlijk. Nou, wil je weten hoe het zit. Dan wil ik weten hoe het zit. Nou, ik geloof mij dat, volgens mij komt er geen een uit vandaag. Ik heb er niet één plat horen praten. Ze komen uit Rotterdam, ze komen uit Scheveningen. Ja, Scheveningen, zijn dat nog een verkapte Hagenese? Schollekoppen? Nou, dat zijn gewoon Hagenaars. Mensen die uit Den Haag komen. Kakkers. Maar het zijn, nou, ik weet niet of het kakkers zijn, maar mensen uit Den Haag komen, dat zijn gewoon mensen die uit Den Haag komen, klaar. Mm-hmm. Maar Hagenese is een apart soort mensen. Daar behoor ik gelukkig ook bij. En daar ben ik trots op. Maar er is geen één plat woord gevallen. Nee. En die ene gozer met die sterren op zijn schouder, ik weet niet of de mensen of de luisteraars of kijkers hebben het gezien. Die hebt twee sterren op zijn schouder. Die zegt van, willen jullie mijn derde sterretje zien? Had hij het over Wippen. Nou, mijn derde sterretje, dat is natuurlijk een sterretje in het Haags. Dat is Ari. Of anders gezegd, laten we het netjes zeggen, ze anus. Nou, ik wil ze anus helemaal niet zien op de televisie. Een of ander blond wijf, ik weet het niet, Barbie of ik weet niet meer eens wie het zei. Die zegt van, ja, maar ik eet enkel maar kroketten en frikandellen, maar ik eet geen vlees. Nou, jongens, kom op, als je Hagenese zo neer wil zetten... Volgens mij is alle kroketten... Nee, maar ik heb een hekel dan, als dat is hetzelfde met Pauw en de Reigers. Hebben we toen ook een hele uitzending al zo gewijd. Er zitten acteurs en die praten geen Haags. Dan moet je niet zeggen dat het Hagenese zijn. En deze mensen die praten helemaal geen Haags. Ik heb geen platwoord gehoord. Ja, ze proberen het. Ze proberen het. Ja, maar dat moet je niet doen. Dat val je door de mand. Dat is niet leuk. Het zijn geen echte Hagenese. Ze hebben niet eens een Hagenese humor. Ze hebben niks. En dan denk ik, Hagenese. Zeg dan gewoon van, we hebben een nieuw programma met jonge lui die uit de omgeving en uit Den Haag komen. En die gaan helemaal los in Griekenland. Wat een geil zootje. Wat een lachen kikken. Ja. Daar gaan al die jongeren kijken. Dat is hartstikke leuk. Het zijn geen Hagenese. Dat wak even kwijt. Ja. Zo, was dat het? Nou, vind je niet genoeg? Ik word er pissig om. Ik ken er niet tegen. Mensen die zeggen van, ja, maar wij zijn allemaal, of de allemaal Hagenese. Nou, ik denk dat ik niet eentje uit Den Haag kom. Er wordt er eentje in Rotterdam, want die kon ik toen van, tenminste, dat was via. En ja, Scheveningen. En, het was in ieder geval een Lionel. Nou, ik weet niet of er een leier daar aan zat. Hey you. Hey, maar ik vind het helemaal niet... Hey you, doe er maar nog eens even hoezo. Ik ben erop tegen en ik kijk ook niet meer. En ik hoor er van een heleboel... Ik heb er ook over getwitterd en er werd ook een heleboel gezegd. Henk, je hebt gelijk. Het is geen gehoor. Het zijn trouwens randenbiel ook. Ja, wat die Hagenese? Nou, het zou je dochter wezen. Als je ziet wat er allemaal uitgesproken wordt. En dat, ik begrijp dat al heel wat gebeurt. Maar dan ga je het niet op de televisie doen. Nee, dat vind ik ook. Nee. Tenminste, als jonge giet. Nee, ik vind dat een beetje... Maakt niet uit, zo'n oude lul. Weet je, dat is toch wel zo gerig. Dat zeg ook altijd lekker, maar... Ja, dat is zo. Hey, we gaan zo nog even naar de huis kijken. We gaan nog even naar de sms kijken. Ja. En wat wilden we daar nog meer eigenlijk over hebben? Over die dood. Die Jean Nelissen, die was ook mol. Ja.
En, ja, er zijn een hoop mensen, een hoop bekende Nederlanders. Heel snel achter elkaar. Ja, en het, ik zeg, ja, ik heb weinig helden. Maar Anton Geesing was de held van mij. Ik heb een keer bij mijn taxi gezeten. Vond ik zo'n kick, jongen. Hij stapt in en ik kijk zo. Ik wist niks te zeggen. Ja. Ik zei, meneer Geesing. Ja, jongen, breng me even daar. En had hij een akkerfietsje met een of andere bobo's hier in de stad. Hij zei, ik heb weer aan de lopen. En dit en dat. En ik zat te kijken, zo in die wagen, die hing zo, hè. Ja. Ik had een oude Toyota, maar hij was zwaar natuurlijk. En ik helemaal kijken, bijna aanrijding gemaakt. Wereldwend. En toen was ik een keer bij Jack Spijkerman in Utrecht. Hoe heet het programma? Ja, op de radio, Zeezicht, Spijkers met Koppen. Die Spijkers met Koppen in Zeezicht. Zeezicht was dat, ja, klopt helemaal. En toen was hij er ook. Hij zei, hey, heb ik jou, jou? Ik zei, ja, ben ik op de taxichauffeur geweest, Anton? Want ik toch om op een gegeven moment Anton te zeggen. En ik was echt helemaal kikken, weet je. Hij zei, oh, leuk dat je me ziet, gewoon zo. En een paar klappen, dan lag ze wat aan Zeezicht. Ja, en ik loop weg en ik ga naar buiten, ik ga naar mijn auto. En ik word ineens gebomd, zo boem, 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 op het raam van een cafeetje. Dat was de stamkroegie. Ja. En zei, hey, jij, Hagenees, kom eens. Deed ik, oh, Anton Geesing, hoe ben, weet je, dat vind ik gewoon kicking. Nee, ik drink even een pilsje. Kijk, een pilsje van hem. Nou, dit is, ja, dat vind ik dan jammer dat zo'n man dood is. Yes. Want ik vond het een, hoe noemen ze dat, zo'n karakter. Ja. Echt een Ruben Bolster, Blankenpit. Ja, ik vond het een wereldfan. Ja, heel aardig. Nee, jammer dat hij dood is. Nou, blijf luisteren. Als je nog ideeën hebt, spuis maar, hè, 070-374-92. Oh, nee, ik moet Theo nog even de groeten doen. Oh, Theo, de groeten. Theo, de groeten aan Scheveningen. Hey. Hey. Dit is Johnny Hayes Jazz, Shattered Dreams. Luister je naar de start van de nacht met Henk Bres en Ron Menke. Tjaka!
Java i Braka. Wysik i kurza masz linda, upadnik i komysadłanda, komysadłanda. De Varenhuisstraat, de gezelligste winkelstraat van Den Haag. Groet aan Kees. Mag ik plaatsnemen hoor? Vakmensen met jarenlange ervaring staan graag voor u klaar. Kom je op die melk en suikerkast, hè? Moet u eventjes wachten? Geniet dan van het terras op de binnenplaats. Met een glaasje is de tijd zo op. Kapsalon bij Kees. De kapper voor hem en haar. Aan de Varenhuisstraat 584 Den Haag. Hey, hey! Jij ook hier? Ja, natuurlijk. Allemaal wat dingen behoren. Dat is ook één van de redenen dat ik bij Kees kom. Tot ziens, bij Kees. 92.0 Den Haag FM. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
Dit zijn de hoofdpunten uit het Novum Nieuws. Ik ben Gert-Jan Keuler. Bankpassen moeten snel een chip krijgen om skimmen tegen te gaan. Daarvoor pleiten Nederlandse banken in KRO Reporter. Vorig jaar werden de rekeningen van 32.000 Nederlanders geplunderd. Schade 36 miljoen euro. Ondanks afspraken met Binnenlandse Zaken wordt er flink bezuinigd bij de politie. Er is sprake van vacaturestops en oudere agenten krijgen een vertrekpremie aangeboden. Dat meldt RTL Nieuws. Voor de zuidkust van Engeland zijn twee kleine vliegtuigjes op elkaar gebotst. Daarbij zijn volgens de eerste berichten twee mensen om het leven gekomen. Een van de vliegtuigjes stortte neer in de bossen van het eiland Wight, voor de kust. En de Nederlandse waterpoloosters hebben zich op het EK in Zagreb geplaatst voor de halve finale. De Olympisch kampioen van Peking verzekerde zich van de eerste plaats in de pool dankzij een 8-7 overwinning op Spanje. En tot zover de hoofdpunten uit het Novum Nieuws. Jij bent artiest en wil graag ontdekt worden. Wij helpen jou om jezelf op je groep te promoten. Chinchilla Productions biedt aanstormende artiesten een creatieve, maar toch betaalbare oplossing. Je eigen videoclip. Chinchilla Productions. Telefoon 082-61-4900. Of bezoek onze website www.chinchillaproductions.nl. Camera's klaar en... actie! Hey Henk, hallo! Waar heb jij die gave tatoeage vandaan? Dat is er maar één die dat mag doen bij men. En dat is Timeless Tattoo en Piercing Studio. Oh, en als ik er nou ook één wil? Nou, dan kan je ze bellen op 06-421-00840. Kan ik er niet gelijk heen? Tuurlijk, dat kan ook. Ze zitten in de Oudemansstraat 194 in Den Haag. Bedankt! Oudemansstraat, hè? Megafast is de aannemer voor uw deuren, kozijnen, rolluiken, schuifpuien en dakkapellen. Voor vakkundige uitvoering en een prima prijs, kijk u op megafast.nl of u belt met 070 36 54 85 0. Megafast is mega goed. Dit is de start van de dag. 100% Haags, Den Haag FM. De start van de nacht.
De nieuwe start van de nachtkraker, The Manic Street Preachers. Just the end of love, it's not war. Dat is de subtitel ervoor. Nou, je gaat voorlopig nog even een tijdje horen hier. Maar het is de hoogste tijd voor onze prinses van het witte doek. Maar dan de pornoversie. De tip van Kim. Kimmetje Holland, how are you? Een hele goede geile nacht, hè? Lekker dik. Ik hoop dat het gebeurt, inderdaad. Hoe is dat het met je? Dat moet gebeuren. Dat kan niet anders, hè? Ja. Wij zijn het voorstel samen. Ja, inderdaad, ja. Hey, wat heb je allemaal meegemaakt? Heb je nog een tip voor ons, lieve schat? Nou, een tip. Nou, we hebben het over sporten en seks gehad. En daar was weer een leuk onderzoekje geweest. Wat blijkt nou? Dat tijdens het WK, ja, het is alweer een tijdje geleden, maar het is wel even leuk om te melden en lekker even over door te kletsen. Ja. Dat de meeste sexy lingerie setjes zijn verkocht. Nog meer als dat bijvoorbeeld tijdens Lovers Day, weet je wel, Valentijnsdag. Ga jij het maar verklaren? Ja, daar begrijp ik helemaal niks van. Ik denk dat die vrouwen... Ik kan het wel verklaren, hoor. Nou, ik denk dat de vrouwen jaloers zijn op de mannen die voetballen zitten kijken. En dat ze er toch een beetje aandacht willen. Is dat het? Juist! Hé, ik weet het, ik weet het. Ja! Het schijnt echt zo te zijn. En dat is wel leuk als je dat zo leest. Ik dacht, moet ik dat wel even aanhalen? Is de voetbal natuurlijk wel weer iets gezakt? Maar... Dat vrouwen toch op het moment dat zo'n man zo gefascineerd zit te kijken naar het voetbal aan de ene kant zo'n beetje jaloers wordt, zo van hoe kan ik die aandacht pakken en nou je moet de post geven die voor de beeld buiten gaan staan in sexy lingerie om net even in de pauze hun vent voor een vlugger te hebben. Maar die zijn al opgewonden door het voetballen. En wat denk je van de Bavaria Juventus? Maar daar stond er toch wel een stelletje babes in, hè? Ja, zeker. Oh, maar wat kon jij nou van het verhaal? Van het, belachelijk natuurlijk. Het is alleen maar grappig. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat die Budweiser, dat concern in Amerika, dat de WK-sponsor had natuurlijk miljoenen betaald. En nou komt Bavaria en die laat 25 babes voor 100 euro per stuk. En jurkjes van 50 euro per stuk. Die zetten ze op de tribune. En die hebt daar een wereldreclame voor nog geen 10.000 euro, bij wijze van spreken. Ja. Dat ken eigenlijk niet, maar het is wel een gigantische stunt. En daar is goed over nagedacht natuurlijk. Ja. Nou, zeker. En we hebben wel naar Nederland mee op de kaart gezet, toch? Zo, ik dacht het wel. Maar Nederland had zichzelf op de kaart gezet, onze jongens, voor de duidelijkheid. Hey, maar is dat echt zo? En die gasten, of is er geen uitslag van dat onderzoek hier? Hebben ze de neuken ze dan ook vluggertje en gauw dan weer... Ja. Of na een wedstrijd. Kijk, ik bedoel, dat is natuurlijk in Nederland heel positief geweest. We hebben altijd gewonnen. Ja. Tot de laatste wedstrijd. Dus of na de wedstrijd. Want dan is... Kijk, het punt is natuurlijk, en dat is ook zo. Als je zeg maar zo heftig naar het voetbal aan het kijken bent, dan gaat die adrenaline al door je lichaam heen als man. Ja. Ik bedoel, als vrouw ook als je daarnaar zit te kijken, hoor. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die ernaar kijken en net zo goed van houden. Maar het schijnt dus echt zo te kijken dat zelfs kijken naar voetballen, dus niet alleen het doen aan sport, maar zelfs kijken naar voetballen, vergroot al de zin in seks. Oké. Ja, en ik verklaar het maar een beetje als je er op een bal zit rollen en je ziet een beetje die stoere mannenbenen en je ziet een beetje dat iedereen over elkaar heen buiten, want dat vind ik ook altijd erg leuk om sinds een doelpunt hebben gemaakt. Dus een halve, toch, dan zijn die macho's zogenaamd allemaal toch allemaal van die speelbeestjes die over elkaar heen kreeuwelen. Ja. Wat in het begin van een film best een leuk effect zou kunnen zijn in mijn hoofd. Dus alles bij elkaar kan ik me heel goed voorstellen dat. Dat ook gewoon zo. Ja, ik heb het weer verkeerd gedaan dan, want Korretje kreeg enkel maar een grotere hekel aan mij. Want ik zat met een megafoon. Ja, jij gaat zeker ook gewoon niet in huis. Nou, ik zat met een megafoon en een vuvuzela. En ze zei, dat is een afknapper. Dat is een afknapper. Ja, wat ze zei al tegen mensen, ze zegt, zou ik dat ding nou eens douwen bij jou, waar het licht niet schijnt? Nou, dat weet je het wel, hè? Dat is dus in mijn arie. Ik kan me daar iets voorstellen, want ik zit zelf zo te erger. Ik hoor die hele meute niet meer joelen en niet meer...
Ik hoor alleen maar die stomme geluiden. En ja, het hoort natuurlijk bij het Zuid-Afrikaanse. En het zal, normaal zou je zeggen van oorgeluiden schijn je als vrouw opgewonden te raken. Maar dat is met een vuvuzela niet. En die ervaring heb jij met koortje. Nou, ik had in de schuur kunnen slapen, bij wijze van spreken. Dus bij ons geen seks als oranje heb gewonnen, hoor. Echt niet. Niet door de wedstrijd in ieder geval. Nou, Henk, dan raad ik je gewoon aan iedereen die met zijn vuvuzela zat. Die zal inderdaad gewoon een tekort aan seks hebben gehad in die periode. Oh, dus dat vind je logisch? Dat vind ik logisch, jij. Dat wou ik even weten. Je hebt je eigen verblijf toch al bij om op te blazen, dus ik bedoel maar. Maar daar komt geen geluid uit, schat. hoop gaat een beetje... Nee, maar het gaat niet altijd om het geluid, hè? Ja, niet altijd om de herrie. Ja, je wint, je hebt gelijk. Jawel, ja joh, ik win altijd. Maar okay. Ik vond het wel leuk, want ik dacht, nou ja, alleen het kijken daarna. Ja, inderdaad. Verhoogt al de feestvreugde, zeg maar. Ik zou gewoon tegen Kortje voortaan zeggen van... Schat, ik heb een nieuwe vuvuzela. Je mag hem zelf pakken en dan kijken we wel hoe het afloopt. Helemaal top, denk ik. Ben je er volgende week weer, schat? Ik ben er volgende week weer, natuurlijk. Oké, hoi! Hey, lekker. Jones Girls en Nights Over Egypt. Dan zie ik altijd zo'n Fata Morgana, zo'n land van 1001 nachten. Van die, hoe heet die ding ook alweer? Van de week heb ik naar The Prince of Persia gekeken. Weet je hoe leuk een film dat is? The Prince of Persia. Waar gaat die over? Dat gaat over The Prince of Persia. De start van de nacht. Ontvangen sms-berichten. Sms.
We gaan even naar de sms. Ik ga zo die film mag je wel gaan kijken binnenkort. Sms. Hebben we nog een sms binnen? Jazeker wel. Mikey nummer 1 met Popstars. Groetjes van opa. Hi Trudy, Henk, Ron en Gert Frank. Nou, laten we Ronald noemen. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat je een leuke vakantie hebt gehad, Henk. Maar ja, je ziet er erg moe uit. Alsnog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik heb genoten van de Rolling Stones op Nederland 3 gisteravond. Fenomenaal. Prettig weekend en hartelijke groetjes van Joyce. Doei, doei. Hey Joyce, dankjewel. En ik ben inderdaad moe, want ik heb een week achter de rug. Maar wel weer gezellig ook, toch? Een dag achter de rug. Ja, een dag ook, maar ja, dat... ik ben blij zo als ik op mijn bedje leg. Maar ja, dit is te leuk om te laten leggen natuurlijk. En vooral als je 2 weken niet bent geweest, toch? Dat is zo. Hey, en mijn t-shirt dan. Vorige keer kwam ik er ook al niet doorheen. Daarom heb ik ook ge-sms. Ik hoor jullie helemaal niet over Wamba. Mijn koosnaampje voor Wilders. Zegt Wilma. Nou Wilma, als je mee wilt doen met het spelletje, moet je bellen. Bellen. Even bellen, ja. En niet sms'en. En dan nog een dode Jean Nelissen, de sportverslaggever. Ja. Natuurlijk, die was ook mol. Dan zegt Wilma ook nog, natuurlijk zit Beatrix erachter. Ze wilde Wilders niet en dus heeft ze hem erin laten luisteren. Daarom had Wilders door moeten gaan, tenzij Wilders de marionet van de AIVD is. Nou, dat zal echt niet wezen, hoor. Nou, ik heb ook zo'n idee dat dat niet zo is. Nee. Dan heeft Joyce nog het volgende. Hoe heet Manke Nelissen voordat hij mank was? Hé? Hey? Hoe heette Manke Nelissen voordat hij mank was? Nelissen. Juist. Zo, ja. Jongen. Ja, Joyce humor. Ron, nee, gehoord op Radio niet, Veronica in het programma Zomertijd. Erg medig, maar ze lagen in een deuk. Ik heb het al gehoord. Ik hoorde laatst dat jij in Rotterdam geboren bent, Henk. True of false? Het is niet relevant. Groetjes van Joyce. Zwaar vals. Zwaar. Nou, Wilma die zegt, ik wil opnieuw stemmen. Ja, ik ook, maar dat gaat vast niet gebeuren. Nee, want dan weet ik zeker dat CDA helemaal in puin ligt. Ja, ik denk op CDA. En Wilders de allergrootste winnaar wordt. Dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. De mensen zijn nog steeds zat. Oh ja, en olie van houtsnippers maken vind ik toch wel erg knap. Ja. Oh ja, en olie van houtsnippers maken vind ik toch wel erg knap. Wacht even, leg die eens even uit. Ah, dat gaat Trudy zo meteen even uitleggen, maar dat is toch niet te worden. Wij hagen even, zijn dat dan? Ja, ik geloof even dat ik hem even niet meer... Zoek hem op. Zoek hem op. Ja, zoek hem op. Ja, nou, maar zometeen gaan we ook nog de huisberichten gaan we ook nog voorlezen. Dus we moeten een beetje opschieten wel nog. Het is alweer bijna 10 voor 2. Ik heb nog een gedicht ook, hè? Hebben we ook nog een gedicht? Oh ja. Hoeveel? 3 kantjes? Nee. Nou, okay. Het zijn er 2 kleintjes. Okay, komt helemaal goed. Here's the Little River Band and Home on Monday. Can you guess where I'm calling from? The Las Vegas Hilton. I know it's hard to hear. It's just the echo on the line. Yes, that's right. I'm calling from the Las Vegas Hilton.
don't be angry, I'll be back with you real soon. I'll be home on a Monday, somewhere around noon. Please don't be angry, I'll be back. Down Under, The Little River Band, and Home on Monday. Yeah, Home on Monday. De start van de nacht. Ontvangen Hives berichten. Hallo likejes, vanavond zijn we niet om te luisteren. Pff, en dan moet ik je 3 weken missen, Henk. Maar volgende week zijn we weer, hoor. Echt wel groetjes aan Dini en André Hemmer. En een fijne uitzending vannacht. Dat stuurden ze gisteravond. Dus kunnen ze het van de week terugkijken. Dus en morgen gaan terugluisteren. Ja. En waar gingen ze heen? Ik heb gefluisterd. Oh, oké. Nou, in ieder geval, je kunt terugluisteren. En, ja. Komt een dikke kus voor jullie beiden. Nog meer. Hey, lieve Henk, Ron en Trudy. Wij zitten vanavond weer lekker met een drankje op de bank naar jullie te luisteren, zoals iedere uitzending. Ron, alvast gefeliciteerd. En Henk, we zijn weer blij dat je weer terug bent van vakantie. Groetjes van de Marktweg, Ondas, liefst Daniel, Lian en Mike. En ik wil nog iedereen bedanken die vandaag is meegegaan voor mijn tweede auditieronde voor Popstars. De uitslag mag ik helaas niet vertellen. Hahaha, jullie kennen het wel. Nou, het antwoord hebben we inmiddels ook al gekregen. Dus ja, helemaal super. Ik ga een beetje trots wezen op Mickey. Ja, ik ben een beetje trots op Michael. Zometeen maken we het nog beter. Ja. Hoi kanjes, bij deze wil ik Ron en Dr. D ook feliciteren met hun verjaardag. En maak er iets moois van. Ook vind ik het super gezellig dat Henk er weer is. Een dikke kus en maak er weer een gezellige uitzending van, zegt Diaantje. Ja, Diaantje, jij ook gefeliciteerd. En ja, Daantje ook weer gefeliciteerd. En wat gaat Daantje nou doen? Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. Ga jij gaan verwennen of zo? Wat doe je? Ja, of laat je je verwennen? Ik ken ook nog. Ik zal het graag even willen weten. Oké, dan hier nog een lieve Ron. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een mooie dag van. En een goede uitzending van liefst van Marjolein. Marjolein. Dankjewel, Marjolein. Hallo nachtstarters, wil de jarige Ron feliciteren en een fijne dag wensen. Henk, gezellig dat je er weer terug bent. En het programma heb ik niet gezien, maar veel over gehoord. Een schande voor Den Haag. Als het de dochter is, kwam ze nooit meer de deur uit. En Henk, sla er niet te veel thee in, anders moet jij ook nog weggooien. Jammer dat wij nog geen regering hebben, maar ook dat komt goed. Ik ben niet zo'n Wilders-fan en ook niet voor het CDA. Gelukkig wonen wij een vrij land, zolang het duurt. Groetjes van Maria. Nou. Hey Maria, leuk dat je me volgt op Twitter en op de huis, want dat heb ik gehoord in het sms'je. Want ik had namelijk getwitterd dat rechts helaas niet door zou gaan en dat ik maar flink wat thee heb ingeslagen voor de mensen die mij overvallen willen. Op mijn inbreken. Dus daar even uitleg van de thee. Ja, nee, dat snap ik. Oké. Nou, dat waren allemaal huisberichten van deze week eigenlijk. Oké, nou, dat zet we hebben een hoop. Ja, we hebben een hoop vaste luisteraars, vaste kijkers. Gelukkig wel, ja. Vind ik wel leuk. Iemand waar we ook trots op zijn, die toch gewoon in Popstars nog even lekker doorgaan. Dus Mikey. Alles komt goed. Alles komt goed. Luister, met aandacht. Zit je in de put, zit je in de knel, weet dan wel. Dat ik er altijd voor je ben. Loop je even vast, ben je even ziek, geen paniek. Weet dan dat ik er voor je ben. Sta ik niet voor je, hindert dat ons niet. Het zijn mijn woorden, luister dan naar dit lied. Als het even tegen zit, haal moed. Iedereen heeft het eens lastig, man. Kom op, alles komt goed. Doe je handen in de lucht en lach. Iedereen heeft het eens lastig, man. Kom op, we gaan ervoor. Heb je soms verdriet? Heb je misschien pijn? Toch opzij een schone lijn.
kijken naar een klokje. Ja, dat gaat hard, hè. Als gezelligheid gaat het hard. Maar ja, we hebben, geloof ik, iedereen netjes beantwoord. En niemand overgeslagen, hoop ik. Dus nee, ik hoop niet dat de mensen weer boos zijn. Nee. En ja, ik heb nog een leuk gedichtje van Victor Meijer. En het is een authentiek Haags liefdesgedicht. Dat is niet lang, dus bij deze. Ik hou zoveel van jou. Ik weet dat wij forever bij elkaar horen. Want zelfs als ik op jouw warm achtergelaten wc-bril zit, dan kan dat mij bekoren. Nou, is dat mooi of niet? Heel kort, maar het is in ieder geval. Het is weer tijd, jongens. Ik ben blij dat ik weer terug ben. Ik ben blij dat jullie allemaal weer massaal hebben gereageerd en geluisterd. Hartstikke bedankt voor het luisteren en kijken. En ik hoop dat jullie de volgende week weer zijn. Ronald, hartstikke bedankt voor het uitmuntende camerawerk. Ron, jij op je verjaardag, jongen, nog een hele fijne dag. En ja, ik zorg dat ik dat je nog bedanken voor de mooie knoppen en voor de wedstrijd die we mede dankzij jou gewonnen hebben met de jongens. Rudy, hartstikke bedankt voor het vele aanhouden van het gouden hoer van de gedichte toestand. Olga en de hele bende. En ik wens nogmaals. Ja, ook bedankt trouwens dat je door zijn. Graag gedaan. Alle mensen die jarig zijn. Dr. D, Diaantje, ja. Ron, iedereen. Ik weet het niet allemaal. Er zijn er een heleboel. Gefeliciteerd allemaal. Hartstikke tof. En ik hoop dat jullie een hele fijne dag. Je hebt nog even tijd, hoor. En ik hoop dat jullie volgende week weer lekker luisteren naar ons. Ik heb nog een paar sms'jes die ik misschien nog oplezen. Vind ik leuk. Uitleg. Komen jullie uit een ei? Nieuws kijken ze. Zijn al 6 jaar bezig met olie uit het houtsnippers winnen. En dit is gelukt. En man Cornelis heette Cornelis voordat hij mank werd. Wilma, je moet een beetje opletten. We hadden het over mankrenners. Wat hebben we nog meer? Waarom zou de AIVD wel een site kunnen opzetten voor extremisten en zouden ze Wilders niet daarvoor kunnen gebruiken? Een misbruiker zonder site. Ja, zit wat in, je weet het niet. Ik geloof dat Wilma dat van de kompottee theorie is ook. Ja. Dat is brood. Ja. Daar zit het in. Ja, daar zit het in. ik word er helemaal gek van. Ik zeg dadelijk allemaal voor dadelijk welterusten. En morgen gezond weer op. Wie zei dat? Sonja Baan. Ja, je weet het wel. Je hebt gewoon een mooie tatoebom voor op je voorhoofd. Een roos om op te schieten. Hoe vind je dat? Hey, jongens, nogmaals, allemaal bedankt. Ik hoef te bukken, ik moet mijn rekening op te houden. Ik zou zeggen. Ik zou zeggen, ben lang blij dat ik het niet te bereiken. Ik zou zeggen dat volgende week allemaal. Trudy, gaan we nog even zwaaien? Even zwaaien. Allemaal. We hebben nog 30 seconden minimaal. Nou, ja, dus we gaan ons klaarmaken. Trudy en ik gaan ons klaarmaken voor de nacht. Ach, jezus. Hey, Trudy, we gaan ons klaarmaken voor de nacht. Ja. Jongens, hartstikke bedankt allemaal. Het was weer leuke plaatjes gedraaid en gezellig. Ja. En ik ben blij dat ik er ben. En ik hoop volgende week dat we weer elkaar gezellig in de ogen kunnen kijken. Ja, het is jammer dat ze gaan overgelopen allemaal weer. Ja, het is weer fun. Time flies when you're having fun. When you're having fun. Ja, het is een lekkere dag. Ik ga lekker achter mijn korretje de batterij leggen. Oh, hier nog een heel kort berichtje nog van Jeroen. Dat kun je nog voorlezen. Kanjes van de nacht, na aanwezigheid van bijna 3 maanden... zijn we weer van de partij. Wacht even 2 seconden. Ja. Door problemen met internetaansluiting in ons nieuwe huis en grote drukte in ons restaurant hebben we jullie een hele tijd niet kunnen horen. Dat is een berichtje van Jeroen. En er staat op de Hives, maar het is eigenlijk te lang om nog voor te lezen. Dat lezen we volgende week voor. Oké, volgende week. Tot volgende week. Uit Spanje in ieder geval een groetje. En hartstikke bedankt dat je hebt geluisterd. Hoi, hoi allemaal. De start van de nacht werd mede mogelijk gemaakt door Kneedschim, Zedenstraat 1A in Den Haag. En Bloemenshop Pemoni in Tuincentrum Overvecht in Den Haag. Op 92.0 FM, de Haagse kabel 92.9 en via de...